Nummeroosjes. Marlaneke maakt de boekhouding eens. Staat voor de jaarlijkse controle. Samson wist 3 miljoen netto winst. Geertjes Ooglid wist 3 miljoen euro verlies. Ja, dat is bereik even, hè. K3, 4 miljoen winst, min de commissie voor de zangeresjes. Dat is 4 miljoen min 300 euro winst. Niet slecht, hè. Qua vastgoed zitten we ook met een serieuze kostenpost, hè. Er is een sociale huurder die weigert te werken. En die betaalt niet eens zijn huurgeld. Maar dat is toch geen huurder? Dat is je eigen zoon. Akkoord, ik ben een afwezige vader, maar ik ben op mijn job al heel de dag bezig met kindjes gelukkig maken. En ik kan werk en privé het liefst gescheiden. Daar heb je wel een punt. Meneer, kun je eens niet gaan werken en uur betalen? Wacht, ben nog mijn tanden aan het poetsen. Kan u zien, dat is een vliegeraam. Ja, lop. Kom eens even naar buiten, ik heb mijn aken te pellen. Die Victor, die doet echt waar geen hol. Dan moet je eens heel even zien in mijn boekhouding. Ik ben een boekhoudingsboekhouder. Stop, dat gaat dus maar 20.000 euro. Mijn boekhouding draait vierkant, hè? Dat is aan mijn kop. Ja, dat is niet waar, hè. Mijn hoofd is geen vierkant. Het is eerder een kubus. Hij heeft hem godverdomme nog laken horen. In een poging zich meer thuis te voelen, besluit Victor om ergens anders te gaan wonen. Hallo, hoe zit ik af? Wallonië graag, merci. Wallonië? Ja, diep van binnen voel ik mij het stereotype van een luie Walloniër. Ik ben een Frans Hender. Ja, verkloor veel. Hoe moet ik juist draaien? Hier een trompunt naar een vogel. Oh, godverdomme, hè. Oh, sorry, te laat. Nu rijden we terug. Allee, welke afslag is nou? Ah, die ene afslag rechts. Ja, maar de welke? Ja, die vlak achter ons nu. Godverdomme, Victor. Uiteindelijk is het ons gelukt om er te geraken en Victor woont hier tussen 3 maanden in Wallonië. Dus we gaan hier eens een bezoekje brengen, hè. Hallo. Bonjour. Victor, ga thuis? Ja, en jij? In wat voor een krot wonen ga je? En dat waskas is leeg. Ja, ik heb al mijn geld voor eten geïnvesteerd in een frigo om mijn eten in te bewaren. Want ja, dan blijft het langer goed een keer dat ik het heb, hè, denk ik. Volgende keer. Gert is in een nostalgische bui. Hier nog een foto met toen ik geen geld en geen mannetitje zet. Veel veranderd. Time flies when you are stinkend raak. Victor wordt zelfbewust. Marie, niet voor u kijken, maar ik denk dat ze ons al een paar jaar aan het filmen zijn. Waarom zitten we eigenlijk naast elkaar om te praten? In plaats van tegenover elkaar. Hier klopt van alles niet. En Marie ontdekt iets. Ik moet weer water drinken. Kijk, mijn kakka zijn gewoon droge keutels. Nee, maar ik heb al serieus toch niet tijdens het tijden. Echt heel droog, hoor. Dan maar minder rapper al, maar meer water. De Roosjes.